Hoi jullie allemaal, het is weer vrijdag en de vakantie is begonnen. 2 weken vakantie. Lekker. We zijn lekker even bij de visboer geweest. Dus dat wil zeggen dat we weer mee hezen zijn, hè? Ja, daar gaan we starten. Ja. En wat er voor de rest in de planning zit? Jullie gaan het zien. Nog geen idee. We hebben geen plan. Nee. We hebben wel een hoop leuke dingen. Tenminste, die wij leuk vinden. Eventueel wat we kunnen gaan doen. Ja. Maar ja, dat gaan jullie dan wel zien vanzelf. Ja, als we daarheen gaan of als we dat gaan doen, dan zien jullie dat. Ja. We gaan zo eerst even lekker visje eten. Oh, net op tijd. Vaak is dat ding nou al naar beneden gevallen. Ja? Keer of 500. Ja. En we zitten. Lekker. We zitten en we staan. We staan met de camper en we zitten lekker eventjes visje eten. Nou, ik heb trek. Ja. En lekker bekkies en kibbelingetje. Gaan lekker even eten. En paling had je nog meegenomen. Paling en 2 bakjes krabsalade. Oh, die okay. Zijn altijd erg lekker daar. Nou, eet smakelijk. Eet zo. Zo, even lekker een stukje wandelen. Ja, is nog... Ik ga maar even de andere kant. Zo, hopla. Ja, anders lopen we in de zon. Ja, zo ja, we lopen sowieso in de zon. Maar... Zo zien we elkaar een beetje. Het is nou, lekker. Heerlijk. Het is weer als thuiskomen, hè? Ik heb een plaats mee hezen. Ja, voor ons is dat thuiskomen. Voor ons is dat thuiskomen. Gezellig. Ja, toch? Dan lekker even een stukje lopen. Klein stukje stekkeren. Ja. En dan dadelijk lekker even met z'n vieren een bakje doen. Ja, toch? Dan gaan we morgen kijken wat we gaan doen. Of een stukje gaan fietsen. Ik weet het niet. Volgens mij zou het vanaf nu alleen maar beter worden het weer. Dus ja. Laat meemaken. 25, 26, 27. Ja. Hartstikke idee. Mooi hoi. Het is zaterdagmiddag. Het is denk ik 1 uur of 2. We gaan wandelen. Ik heb eerst vanmorgen... Het is half 3, schat. Oh, het is al half 3 geweest. Eerst vanmorgen samen met Ron eventjes voor de winter even voorraadje hout gezaagd. Dus dan kunnen we deze winter weer tegenaan. Nu gaan we even een wandeltochtje doen. Ik weet nog niet hoe lang dat die wordt. We hebben er een uitgezet van 7 kilometer, maar het is best warm. Ja, het is warm. Maar ja, we hebben alle tijd, joh. We hebben heerlijk geslapen, hè? Absoluut. En nu gaan we lekker even stiefelen. Dat gaan we doen. We zijn weer terug van de wandeling. Nou, niet zo ver. 4 kilometer of zo. De bedoeling was een wandeling van 7,7. Maar het is godverdorie warm, hè? Mag ik niet klagen, Nee, we klagen ook niet. Het is maar... benauwd. Ja, het is, ja, inderdaad, het is benauwd. Dus wel... Op zich is warm niet erg. Nee. Maar je zweet gewoon peulen en je kan je warmte niet kwijt. Dus we hadden zoiets van, nou, dit is even genoeg. Als we willen gaan we vanavond nog wel of we stappen even op de fiets. Ja, ik denk fietsen lekkerder is. Ja, dat denk ik ook. Ook voor hem, Moosje had er ook last van. Ja, wel, hoewel het s'avonds wel afkomt natuurlijk. Yes, nou, we zijn er in ieder geval weer. We zijn weer op ons stekkie. Yes. Het is zaterdagavond. Kijk lekker. Precies in het zonnetje. We gaan nog even een stukje fietsen. Het is denk ik 6:30 of zo, 6:45, ik weet het niet. Ja, bijna 10 ja. Gaan nou, we lekker even een stukje fietsen. We gaan richting het Weertersbos. Ja, kijk of we beestjes kunnen zien. Ja, en gaan we ze zien. Gaan jullie ze ook zien. Mooi zo hè, het bos zo op de achtergrond. Ja, heerlijk. Hier volgens mij bootjes gevonden. Ja, lekker rustig. Fantastisch. Een genot om hier te fietsen. Nou, hoppa. We zijn weer even een klein beetje aan het bos crossen. We hebben de Engwies niet meegenomen. Want ja, anders zitten we met 4 fietsen bij ons. Want die Engwies die kan je ook niet op het fietsenrek zetten. Want die grote die zijn een beetje te smal. En die
Want die banden zijn heel erg breed. Dus moet je ze allebei in de garage zetten. Maar dan heb ik 4 fietsen bij me of zo. Dan kan je wel zeggen van ja, dan laat je die andere 2 lacrosse eraf. Nee, nee, die fietsen lekker, hè? Ja, die fietsen zeker lekker, die lacrosse. Voor ons in ieder geval. Ja. Mooi stukje. Leuk. Lekker door de bossen tuffen. Just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. We zijn weer terug van ons fietsrondje. Een heel leuk fietsrondje. We zijn Moosje van doen. Heel leuk fietsrondje. Geen beestjes gezien. Niks gezien. Maar was wel hartstikke lekker fiets even. Ja toch? Ja, het is hoe laat is het nou? 8:30. Nou, 8:30 hebben we, weet ik wat, 1,5 uur gefietst of zo. Ja, nou best wel lekker. Gaan we nou lekker even wat nip in de camper, even lekker vlogjes man. Kijken. Ja, droge muil. Zeemlap. Ja, een droge lap. Goedemorgen allemaal. Waar zijn we nu weer? We zijn in Weert. Ja. In Weert hebben we iets van de rommelroute. Dus dat zijn in wijken dan de mensen met de kleedjes en de garages en heel de pestbende zitten ze buiten, ja, met de rommel. Alles wat je niet nodig hebt, pleuren naar buiten. Ja, dus dan zijn we eens even aan het langs fietsen. We gaan maar even rechtdoor, hè? Ja, we gaan even rechtdoor. Dit is het centrum van Weert met al zijn kroegjes, terrasjes en noem het maar op. Het is nog vroeg, dus we zijn het nog aan het opbouwen. Ja, vroeg. Het is 11:45 of zo. Ja, hier zien we in ieder geval geen kleedjes meer. Dus we moeten echt. Ja, we moeten echt de wijk in. Maar we kennen daar geen weg. Oh ja. Waar ik het over had. Kijk, er gaat een straat in. Dat ziet er zo uit dan. Dan zitten ze gewoon voor de deur met het ding. Gaan we even kijken. Hoi. Hoi. We zijn even gestopt. We hebben de kraampjes allemaal gehad. We gaan eventjes hier op een bankje zitten, want het bruggetje is toch open waar wij overheen moeten. Dus er komt daar een of andere zeilschip aan of zo. We gaan even lekker relaxen. Mooi fletje trouwens daar. Wij gaan eventjes wat drinken. Kijk, daar gaat de plaatselijke motorclub. Een hele optocht. We horen ook een hoop getoeten. Dus volgens mij is het een of andere truckrun of zo bezig. Dat getoeten komt dus daar vandaan. Eerst de motorrijders voorop. Even kijken wat eraan komt. Kijk, politie. Ja, ik denk dat het iets van een truckrun is. Leuk hoor. Bij ons wordt ook altijd gehouden op een zaterdag. Oh, op een zaterdag dan, niet op een zondag. En zelfs op een zaterdag zijn ze aan het ouwe hoeren dat het een herrie is. Ik bedoel, het is toch hartstikke leuk voor die mensen die dan mee mogen rijden. Nee hoor, vooral doorgaan. Superleuk. Dan dus te wachten tot we naar de overkant kennen. Maar dit is prima. Een rijdende discotheek. Fietsen nu door Nederweert. Krijtvat. En een kerk. Mooie kerk. Ja, mooie kerk. Leuke straatjes.
Lekker fietsen. Vandaarheen. Oké, we gaan verder. We zijn in Zomeren. Een of andere feest in het park. Optredentje. Kijk, koetjes op de achtergrond. En even lekker ijsje eten. Nou, dat hebben we wel verdiend na 50 kilometer, hè? Zo. Mijn achterkant. Kijk, Moos heeft altijd chance. Ja, Moos heeft altijd chance. Ze zitten altijd naar Moos te kijken. Die koeien en paarden, Moos moet er niks van hebben. Nee. Want Moos heeft zoiets van, neem maar lekker het ijs zien. En je krijgt niet altijd het kontje, hè? Ja. Nou, nog kilometer of vier? Nee joh, nog veel minder. Oh. Nog twee en dan zijn we er. Goedemorgen. Goedemorgen. Maandagmorgen, we gaan er weer vandoor bij Camperplas Mees. Ja, we gaan nog even koffie drinken en dan camper is klaar. Ja, super gezellige avond gisteravond gehad. Ja, lekker fikkie gestookt. Ja, lekker fikkie gesteekt, gebarbecued. Dus, marshmallows gebakken. Gebakken. Ja. Geroosterd. Geroosterd. Nu nog even een bakje doen, dan gaan we naar de volgende campplaats. We gaan naar Ittervoort als het goed is. Ja. We gaan in ieder geval daarheen rijden en dan gaan we kijken of het wat is. Ja toch? Dan gaan jullie het ook zien. Je slippertjes aan? Ja, ik heb mijn slippertjes aan. Ja, ik ga 30 jaar worden van de week. Ja toch? Ideaal. Lekker. Zo, we zijn weer onderweg. Ittervoort. Ja. Gelijk een leuk kerkje. We moeten nog 900 meter. Schuim rechtsaf. Leuk, ik heb er zin aan. Tuurlijk. Vakantie gaat bijna beginnen. Ja, mooi pas. Ja. Nou. Het weer is er in ieder geval al na. Vakantieweer. Vakantiegevoel. Na 800 meter. En dat in Nederland. Stemming bereikt. Ja toch. We zijn er. Hopla. Hartstikke idee. Beetje. Sturen. Ah ja joh. Kom goed, we gaan even kijken hoe dat werkt. Ja toch. Water. Nou, voor elkaar. We staan. Camperplaats Ittervoort. 30 plekjes. Als je wil kan je stroom nemen. 6 ampère. Is betaald. Voor de rest kosten de plekjes €14. Heel het jaar door. En dat is... exclusief stroom en inclusief de rest. Dus douchen, water nemen, lozen, noem het maar op. Kan tot 10 meter terecht hier. Dus infohokje daar. Kan je betalen met een envelop. Dat is eventjes kijken daar. Dus waarschijnlijk is het formuliertje invullen en in een envelop en hatsenflats klaar. We gaan daar eerst even wat eten. En dan gaan we even fietsen. Want het is best warm. Even een klein stukje van de info en de sanitair en dergelijke laten zien. Wat kunnen we hier doen? Chemisch toilet leuzen. Ken er in de pijpie. Stopcontactjes. Hier. Buiten afwassen. Hier kun je papier en je glas en dergelijke in verzamelen. Infobord. Hier kan je eitjes kopen. 10 voor €2,50.
Even hier binnenkijken. Het zijn niet erg buitje. Het is de ventilator die je hoort. Toilet. Oh, het toilet. Mooi, met wc-papier. En één douche. Nou, mooi toch. Hier nog wat foldertjes. De brievenbus. Nou, daar was die. Het was ook nog 6 ampère stroom, had ik net al gezegd. Maar 3,50 kost dat. Hond kost 1,50. En hier de fiets, kijk. Alleen fiets. Hier kunnen we drinkwater pakken. Eventueel de slang aankoppelen of met de rietetjes. En daar bij de ingang heb je het lozen van het vuile water. Diverse mogelijkheden, ik zie diverse slangen, pijpen, bakken, noem het maar op. Hier hebben we iets dat je er een pijp onder kan leggen. Of hier eventueel een vrijbare bak. Dus in principe is er gewoon gedacht aan beide kanten. Ja, zowel links als rechts legt er wat. Ons eigen even klaargemaakt, even een boterhammetje gegeten en nu gaan we richting Toorn. Ja. Gaan we daar eens even dat witte dorpje bekijken. En dan zien we nog wel, want ze hebben een paar highlights op de route gezet, dus gaan we die bekijken. Een kapelletje en een kapelletje en een kapelletje en een kapelletje. Allemaal kapelletjes. Nou, we gaan zien hoe we ze allemaal mee gaan nemen. Ja. Het is toch superleuk fietsen zo. Die druivenranken. Blauwe druiven zie ik. Nou, het is 2 minuten van de camperplaats af. Richting Toorn. Lekker hoor. We gaan het kapelletje in. Kijk eens even hoe mooi. Warm met al die kaars aan. Mooi hoor. Zo heb ik hem nog nooit eerder gezien. Het andere gedeelte van het kapelletje. Kijk, dan zou ik eens even omdraaien. Deze kant ook allemaal schilderingen. Kijk. Dan hier. Maar super mooi. Kijk. En we zijn in het plaatsje Toorn. Gaan we verder met fietsen. Best wel, kijk. Oude straatjes, oude keitjes. Dus ik moet eventjes goed telefoon beter houden en mijn handje aan het sturen. Leuk hoor.
luchttheater van Toorn. Wat is dit? Tent. En dan kunnen de mensen zo hier relax zitten. Naar de voorstelling van de voorstelling geniet. Achter de kerk. We fietsen nog steeds door Toorn. Dat is echt super leuk. Leuke ouderwetse straatjes. En natuurlijk allemaal de witte huisjes, hè. En daar zitten we op een bankje in Toorn. Hartstikke leuk, hè? Ik vind het een leuk dorpje, hoor. Ja, echt wel. Het is niet groot, dus dat je niet denkt van jongens, we kunnen uren lopen. Ja, kan wel. Ja. Hey, rondje. Ja. Maar nee, leuk. Ja, dat is hartstikke leuk. En nu gaan we richting Wessum. Het schijnt mooie sluizen te wezen. Dus, ja, kijk zo nog even op de begraafplaats hier zo. Ja. Schijnt ook een mooie begraafplaats te zijn. Ja, hier achter onze begraafplaats gaan we daar nog even kijken en dan gaan we naar Wessum. De begraafplaats van Toorn. Gewoon even een heel klein stukje laten zien. We gaan er niet overheen lopen, is veel te warm, zeker voor motie. Dit is het, ook met die authentieke paadjes. Oude sluis Panheel in het kanaal van Wessum naar Nederweert. Daar zijn we nu. Ik kan er niet veel van laten zien, ik kan er niet goed dicht, niet goed bij komen. Hier staat het water echt heel laag, om het zo maar even te zeggen. Als we dan omdraaien, kijk, zie je daar toevallig een bootje liggen. Kijk, wel een heel stuk hoger. De deuren gaan nu ook open. Zo, motie eventjes in het hondenuitlaat speelveldje. Het is helemaal afgezet, dus prima. Maandagavond, we gaan lekker grillen. Gisteravond ook al gebarbecued. En nu gaan we ook eventjes eet smakelijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is dinsdag. Het is dinsdag, ja. De vakantie is begonnen. Ja, lekker. Ja, we zijn begonnen in Maesen, zoals jullie gezien hebben. En nu staan we in Itterfort. En dan gaan we nu weer verder. Ja, we gaan nu weer verder. We gaan deze vlog afsluiten. Campplaats Itterfort. Ja. Leuke plek, tenminste in die zin leuke plek. Het is een goede uitvalsbasis, laten we zo zeggen. Ja, uitvalbasis als je wil fietsen naar Toorn of dat soort dingen. Maar ja, voor ons is het hem net niet. Nee, maar ik vind dat ook is gewoon meer voor de weg. Ja, wij zijn heel wat gewend, want we wonen zelf ook aan een vrij drukke dijk. Ja. Maar deze is toch wel heel erg, hoor. Nou, vooral 's nachts.
Tenminste, ja. 's morgens vroeg. Ja, als iedereen weer naar zijn werk gaat en dus, zo. Het is wel een prima plek om lekker te fietsen en te doen. Ja, toch? Nou, voor de rest hebben we niks te klagen. We hebben prima nou zin. Lekker fietsen, lekker wandelen. Het wordt wat meer fietsen, want de temperatuur die gaan weer richting de 30 graden. Maar ja, dus prima. Is nu al volgens mij, want het is even 10 uur. Ja, en het is warm, maar dat geeft niet. Nou, papa en nat houden. Ja, wij gaan hierbij weer afsluiten. Vergeet niet te abonneren als je dat leuk vindt. Kijk, je moet niks natuurlijk, maar als je het leuk vindt. Wij zouden dat ook heel leuk vinden als jullie abonneren op ons kanaal. En klik op het belletje. Hè? Nou, laten we zo zeggen. Hey, jongens, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.